Hallo iedereen, goedenavond. Ik ben Nicola Priolo. We maken vanavond 4 gerechten klaar, alle 4 met Mechelse witte asperges, onze asperges, en bruschetta, en risotto, en salade, en een gerecht, de eerste, met rauwe vlees en gemarineerde rauwe witte asperges. Ik begin nu direct met de eerste recepten. Ik heb hier rauwe vlees en een teentje loog. We geven een lekkere smaak aan ons vlees. Het lekkere vlees, rund, kalf, vlees zijn allebei lekkere. Het stukje is contrefilet. Chateaubriand filet bevat geen vet, maar contrefilet bevat 10% vet. En dat is het beste stuk voor rauwe vlees te maken. Zo'n 20 seconden met loog het vlees mengen. En dan een paar ingrediënten. Eén is peper. Een beetje zout, niet veel. We hebben andere ingrediënten met zout. Een beetje olie, extra virgin olive olie, en ook citroensap. We eten rauwe vlees en we gebruiken de citroensap tegen de oxidatie. Klein beetje, niet veel. Nog een keer mengen. Zo. En eventueel, en vanavond zeker, klein beetje grana padano of parmigiano reggiano kaas. Dat mag ook met pecorino kaas. Goed, goed. Zo, mengen. En dan een half uurtje laten rusten in de koelkast. Na 30 minuten, ik heb hier het vlees klaar. Het is een kleine portie, een soort hapje. Dus verschillende hier met 200 gram vlees, een tiental porties hapjes. En nu, het tweede ingrediënt is rauwe witte asperges. Wij gebruiken 100%, zeker als goede kwaliteit, heel goede kwaliteit asperges is, zoals nu. Maar zo kleine 3 centimeter, een klein stukje, 1-2 in de lengte. Zo, sorry. En dan à la julienne sneden, dat wil zeggen in reepjes. En we gebruiken een soort marinade met opnieuw met de 4 ingrediënten die wij met vlees gebruiken. Hebben olie, extra virgin olive olie, zout, peper. En citroensap. Zo, dus ja, we moeten zo fijn, zo dun sneden. Niet te lang. We hebben hier een kleine portie vlees. En dus niet, geen 10 centimeter asperges. En de marinade, ik laat straks zien ja, het resultaat. Marinade is met een klein beetje citroensap. Hier. Altijd genoeg olie. Als jullie 10 porties, zoals nu, vlees hebben, we moeten ja, nog een beetje, ik zeg een beetje, maar het is altijd ja, meer dan een beetje. En een beetje peper, niet overdreven. We gebruiken 2 keer peper en 2 keer zout hier. En dan met een klopper en zo. Niet te lang. En is klaar. Zo, consistentie ja, moet zo zijn. Het resultaat is deze. Hier. Alsjeblieft. Zo. Lekkere marinade. Nu hier onze asperges zijn al 2 uur. Met olie en citroensap. Dus
In het begin waren ze krokant en nu niet meer. Krokanter zeker van het vlees, maar minder dan 2 uur geleden. En we gaan nu hier zo, hè, een beetje op elke portie. En we hebben olie dus in, met vlees en olie met de marinade. Citroensap met asperges en met vlees. Dus niet overdreven met citroensap. Dat is lekker. Maar hier is een lekkere hapje met asperges en vlees. En niet alleen met citroensap. Hier nog een beetje. Oké. En we voegen nu de derde laatste ingrediënt toe. Grana Padano. Ik heb hier een stukje Grana Padano kaas. Jullie kunnen ook Parmigiano Reggiano kaas of Pecorino kaas gebruiken. En voor een mooie presentatie. Zo. Zo, we doen eerst hier op onze bord. Zo. Zo. Nu in 3 minuutjes onze hapje, eerste hapje is klaar, maar de bereiding duurt iets langer, ongeveer ja, 1 uur totaal. Die moet weg. En we kunnen nog meer kleur geven. Klein beetje peper tussenin, dus niet op het vlees. We hebben al genoeg peper met asperges en met vlees. En nog geen olie. Onze eerste gerecht is klaar. Hier. Oké. En we laten nu... Ik laat niet hier staan dat met het vlees oxideert. We kunnen dan de 4 gerechten op het einde van onze afspraak tegen 9 uur zien. En nu geef ik het woord aan mijn zoon. Alsjeblieft. En nu de tweede... Gerecht is een lange bereiding. Ik begin nu met de risotto. Het is een lang verhaal. We hebben tijd. En tijd ook voor onze inductie. Sorry. Is altijd een verrassing hier. Ja. Oké. Nu, ik heb hier boter. Boter in de pan. Maar... Wij gebruiken boter 1 extra virgin olijfolie. Op ons recept staat EVO. En EVO staat voor extra virgin olijfolie. We laten nu de boter smelten op een middelmatig vuur. Inductie, voor met inductie, middelmatig vuur betekent 7 à 8. Ja, 4 is te zacht. Ja. En 7, 8. Maar straks met die ajuin... In de pan moeten controleren. 7 is zeker te hoog. We moeten dan echt een echte zacht vuur. Jullie kunnen in plaats van die vandaag is shallot hier, ajuin gebruiken, fijn sneden. Allebei lekker met een risotto. 100% van de risotto's beginnen met boter en olie in de pan. 1 shallot of ajuin. We moeten die ajuin shallot laten fruiten. Fruiten betekent zacht vuur. Dus ja, 7 in het begin, dan 4 en dan 3-4 minuten laten. Ik zeg 8, maar we moeten hier met deze mooie, fantastische vuur op 10 zetten. Anders ja, duurt het heel, heel lang. Tegen 9 uur zijn we nog bezig met de risotto. Maar... Ja, die ajuin moeten dan fruiten. Dat wil zeggen pruttelen, met andere woorden. We wachten. En ik neem nu bouillon. Bouillon is al klaar. Hier. Ik heb een bouillon gemaakt met ajuin. Dus we gebruiken de rest van onze shallot of ajuin, schiel begrepen, omdat schiel geeft kleur aan
onze bouillon. Jaris, misschien kan je het bouillon laten zien. Het is donker. En donker kleur komt van schil. Schil van ajuin of shallot. Dan is vandaag asperges. Vier gerechten met asperges. En we hebben hier dan de resten. Zie hier van die asperges gebruikt in onze bouillon. Bouillon moet altijd warm zijn. Dus nu zetten we hier het vuur op 2-3. Moet warm zijn, niet heet. Zo dan de risotto kookt aan een constante temperatuur. Nu is dit. Pardon. Hier. Oké. Een zacht vuur rond 4 met inductie. Met gas is gemakkelijker. Met gas zacht is zacht, vanaf het begin. Oké. En we laten nu fruiten. Hier die shallot fruiten. Dus we doen niks. We hebben genoeg vet. We moeten niks doen, maar een zacht vuur gebruiken. Ondertussen maken we iets klaar. En nu dus die asperges. We moeten 2 dingen doen. Een soort crème met die asperges. Dat is heel simpel. Ik gebruik hier Jaris, alsjeblieft laten zien hier die asperges, die in blokjes gesneden. En genoeg, dus een goede portie olijfolie. Nooit sparen met olijfolie. Is lekker. En geeft een lekkere, lekkere smaak. En dan met een stafmixer, niet lang, omdat die asperges zijn al gekocht, zacht. Oké. En hier onze crème. Is nu klaar en we bewaren voor onze risotto. Een paar woorden over rijst. Ik heb hier Vialone Nano, staat hieronder. Dat is een van de 40 soorten rijst voor risotto. Niet altijd staat op de verpakking de variëteit. We hebben 4 variëteiten. Eén is goed voor risotto, is de superfine, superfino. Staat altijd in het Italiaans, omdat rijst voor risotto is 100% Italiaans. En jullie moeten eerst controleren als superfine is. En dan van die 40 soorten, Vialone Nano of Arborio of Carnaroli, zijn allemaal lekkere soorten rijst. Rijst moet ongeveer 18 minuten koken. Ik zeg ongeveer, omdat staat ook op een verpakking 16 à 18 minuten. Is geen vaste tijd, zoals met pasta. We controleren niet met, met onze smartphone, maar we controleren de kleur van rijst. En in het begin is het helemaal 100% wit. En op het einde, als het gaar is, heeft een andere kleur. We zien straks welke kleur. Hier, Jaris, alsjeblieft, kan je die ajuin, de pan hier laten zien. Het vuur is heel laag. En die shallot kunnen ook een half uurtje op zo'n vuur fruiten. Nog een minuutje en dan is hier buurt van rijst en asperges. Ik moet nu die asperges. Ja, die andere, die in de frigo, alstublieft. Ik heb al die asperges al gekocht. We moeten nu gewoon sneden, in blokjes sneden. We zijn klaar met onze crème hier, dank u. Mooi plateau hier. Asperges. Ik pak er zo'n 4-5-taal. We hebben 6 asperges hier. En nog 4-5. Ik heb enkele punten apart, straks in de oven. Dat anders de risotto is warm en de
punten zijn nog koud. Nu sneden. We hebben geen problemen. Ja, we volgen met één oog onze risotto hier. Maar dus als jullie een zacht vuur hebben en genoeg weet, ja, dat kan hier uren door. Ja. Maar nu in kleine blokjes. Ik bewaar dus enkele punten. En op het einde gebruiken wij andere ingrediënten met kleur. Omdat die witte asperges, ja, hebben dezelfde kleur van die shallotten en ook van rijst. Dus allemaal wit moeten dan kleur geven. Maar we zien straks hoe. Oké, zo. We zijn klaar. En we hebben een pollepel nodig. Ah, oké, ja. En nu 100. Ik heb hier 150 gram rijst. Rijst moet bakken. En bakken betekent dat van 4 gaan we tot 10 met inductie. Zo. En jullie moeten. Jullie zijn ver, maar jullie moeten dan horen wat hier in de pan gebeurt. Met ajuin, niet. Ja, nu begint, hè, maar een momentje. Inductie is niet zo rap. Met gas is direct op een stevig vuur. Maar nu horen, ja, zien is, zegt niks, maar horen wel. En 30 seconden bakken, zo de poren van rijst, van die korrel, zijn dicht. Het is heel belangrijk, omdat de rijst dan kookt ongeveer, ja, gedurende 20 minuten totaal. En als de poren nog open zijn, dan, de rijst, dan wordt een soort rijstpapa, onze risotto. Oké, nu zegt bakken. Een zachtere vuur nu, rond 6 hier. Wij wogen onze asperges hier. We moeten onze crème niet vergeten. Maar het is nog niet tijd voor crème. Hier nog. Oké. En een witte wijn. Een lekkere witte wijn. Witte wijn, zoals altijd met alcohol, moet verdampen. We eten wijn nooit. We drinken wel. Maar eten niet, dus alcohol moet altijd verdampen. En dan blijft een lekkere geur en smaak, maar geen alcohol in de pan. Oké, we zijn nu klaar. Onze pan is helemaal droog hier. En nu we hebben we een glaasje witte wijn al gebruikt. Dus in, nu bouillon. Jullie kunnen ook geen wijn, witte wijn in dit geval, gebruiken, maar in het begin een pollepel bouillon in plaats van de eerste glaasje wijn. Nu, hier staat op 9, maar is zeker te hoog, maar inductie reageert heel traag. Dus we laten op 9, als het begint te pruttelen, ja, het moet pruttelen en niet bakken. En dus dan straks van 9 tot 4, 5, we zullen zien. We wachten nog een minuutje hier om zeker te zijn. Maar we moeten niks doen. Als jullie op veel boeken van lang geleden anders lezen, bijvoorbeeld roeren, constant roeren, is van lang geleden, met andere kwaliteit van rijst. Nu is gewoon laten koken. Maar altijd met genoeg bouillon. Ik kan hier nog één pollepel gebruiken. Zo, en dan laten koken. We hebben nu veel tijd, omdat we moeten niks doen. We hebben een ingrediënt klaar, onze crème is klaar. En op het einde moeten we nog 4-5 ingrediënten toevoegen. Boter, peterselie, grana padano, viooltjes. Maar alle ingrediënten zijn al klaar. Ik maak nu dus ondertussen, ja, we wachten hier op onze risotto. Ik maak een andere gerecht. Heel simpel, eenvoudige gerecht is een salade. Lekkere salade. Ja, dank u.
Ik heb hier aardbeien. Ze zijn al gesneden. Zo dun. Hier, zo één. En dan enkele. Zo, we doen. Hopla. Hier. Dus onze eerste recept was met rauwe asperges, maar nu die andere drie gerechten met gegoten asperges. Hier, ze zijn heel zacht. We kunnen dus ook 2 centimeter lang snijden. Ik heb hier lekkere Belgische aardbeien. Lekkere. In juni wel. Nu nog niet, hè? Maar de zon, ja, ja. Is nog niet het seizoen van, echt seizoen van aardbeien. Seizoen van witte asperges wel. Maar ongeveer dezelfde grootte. Hè? Zo. Altijd denken aan de hart van de ingrediënten. Hier vandaag is een gerecht met asperges. En als die asperges zijn rap weg en dan die, ja, we blijven met onze aardbeien in de mond, dan ja, is deze smaak die blijft in onze mond. Altijd denken aan de grootte van de ingrediënten. Nu nog sneden. En ik heb ook sla nodig. Dat is een echte salade. Dus met sla, met aardbeien, met asperges. En dan, zoals altijd, met een sla. Dank u. Extra virgin olive oil, salt en peper. Oké. Okay. Ja. Nu. Hier. Okay. We nemen eerst sla. Gemengd, ja, zoals deze. We hebben ook mooie kleuren. Groen. Wit en rood. En toevallig zijn ze de kleuren van een vlag. Een bekende vlag. En de volgorde is deze, inderdaad. Zo. Groen, dan wit en dan rood. Groen, niet blauw, hè. Als blauw is, eerste kleur, we zijn in een ander land. Hè? Hopla. En nu onze aardbeien, schuifjes hier. We voegen zout en peper in zekere extra virgin olijfolie als laatste, in dit geval 3, hè, als laatste ingrediënten. Zo. En nog 1, 2 en 3. Af en toe onze risotto controleren. Jarisch, mag je alsjeblieft laten zien. We hebben nog veel bouillon, dus geen probleem. Zie je. En we laten nog pruttelen. Terug aan onze salade. Sla, asperges, aardbeien en nu zout, grof zout, zeezout, niet te veel. Oké. Peper, ook peper alsjeblieft, niet te veel. Ik weet dat, ja. Iedereen is akkoord. Hè? Ik zie achter de camera. Maar dan extra virgin olijfolie. Klein beetje. Niet te veel. En onze salade is klaar. Zo. Ja. Mooie kleuren. Zeker. Is ook lekker. Mooi en lekker. Is misschien de beste combinatie. Ik laat nu de salade hier een paar minuutjes. Maar dan moeten we onze salade in de frigo in de koelkast bewaren, zoals het eerste gerecht. Terug aan onze risotto.
Ik laat hier zien, we hebben nog bouillon. Om te weten als genoeg bouillon is, we moeten gewoon zo doen. En als jullie nog vocht zien onder het rijst en die andere ingrediënten, dat wil zeggen dat het nog niet tijd is voor een tweede grote hoeveelheid bouillon. Dus we wachten. Maar als jullie kunnen zien, Jaris, alsjeblieft. Nu is veel lucht hier boven. Dat wil zeggen dat van onder geen vocht is. Dus tijd om te roeren. Eén keer. En dan straks nog een paar keer. Zo, hè. En nu een pollepel. En nog. Dus twee keer heel veel bouillon. Oké, zo. Geen probleem als onze pan vol is. Geen enkel probleem. Een belangrijk tip. Zo'n pan, 28 centimeter diameter, meer dan 200 gram rijst niet gebruiken. Dat is niet alleen rijst. Volume verdubbelt zeker van rijst, maar we hebben hier zeker nog een liter water, een liter bouillon en die andere ingrediënten. Als jullie meer risotto moeten klaarmaken, dan beter met twee panen. Ja, de vraag, ik zie de vraag, ja, een grotere pan. Probleem is dan dat het vuur kleiner is dan de bodem en kookt perfect in één deel van de risotto en die andere niet. Dus beter met twee panen werken. We hebben plaats, omdat bouillon is al klaar als we beginnen met de bereiding. Dus ja, als jullie vragen hebben, posten op Facebook, kunnen jullie die vragen posten en we proberen om te antwoorden. Hier gewoon laten koken. Nu, alsjeblieft, onze sla in de koelkast zetten, ook die andere ingrediënten, alsjeblieft, sla en vlees. Oké. En ik maak nu andere ingrediënten voor onze risotto klaar. Deze weg. Nu, met veel bouillon, is het tijd voor onze lekkere. Jaris, mag jij van die kamer? Ja, dank u. Zo, hè, dat is echt een soort crème. Jullie kunnen ook een lekkere bruschetta maken met zo'n crème. We geven een extra smaak aan onze risotto. Op het einde van de bereiding, we zeggen in het Italiaans mantecatura. En mantecatura betekent dat wij nog drie ingrediënten, boter, peterselie en grana padano kaas bij doen. Ja, dus smaak en ook let op aan kaas. Kaas is gezouten. Dus niet overdreven nu met onze rijst hier. Jullie kunnen altijd de risotto proeven, maar altijd denken dat de risotto is niet alleen met deze ingrediënten, maar straks komen nog, zeker peterselie niet, maar boter en grana padano of parmigiano reggiano kaas wel. En dus daar hebben we nog zout en smaak. We gaan door hier met onze risotto. En ik heb hier gedroogde aardbeien. Dus een nieuwe winkel in Puurs, Hoogstraat, Foti. En zijn gedroogde aardbeien. Dus nog een extra smaak. We hebben de combinatie aardbeien asperges is al aanwezig in een andere gerecht. Vandaag salade.
Ja. Hier, daar lijkt dat veel bouillon is in de pan. Dat is echt niet zo waar. Als jullie horen, nu is meer dan pruttelen. En altijd controleren. Roeren niet, maar controleren wat hieronder gebeurt. Als rijst begint te plakken aan de bodem, dan ja, onze risotto niet zo lekker wordt. Die gedroogde Oké, nog verder. We proeven onze risotto niet. We moeten, de rijst moet nog, zeker nog 5 minuutjes koken. Dus we laten nog enkele minuten koken en dan is het tijd om ze te proeven. We zien ook van kleur is nog heel wit, dus is nog niet klaar. Maar we weten al, ja, tijd en kleur. We moeten altijd zeker zijn dat de rijst niet plakt. Eventueel schudden, maar roeren is niet nodig. Roeren heeft een grote nadeel. Roeren, temperatuur verlaagt. Dat duurt dus in plaats van die 16, 18 minuten, 20 minuten. En rijst dan na zoveel minuten, ja, dan wordt... Ja, ja, ja. Plat. Ja, zie je, hier... Misschien deze camera kan hier zien. We hebben geen vocht veel. Ja, oké, een klein beetje, maar zie je. Van onder zien we de bodem hier van onze pan. Dus is tijd nu om te controleren hoeveel minuten moet nog rijst koken. Zeker die 3-4 minuten. Dus nog een pollepel. Oké. Ja, we zeggen een pollepel, maar we hebben een pollepel kleiner, groter. Ik zeg een pollepel, een dikke pollepel dus, hè, van deze. Maar belangrijk is nu... In het begin geen probleem, ik kon een ander gerecht klaarmaken, maar nu niet. Ik blijf hier constant controleren. Omdat dan plots is onze risotto klaar. Ja. Oké. En die viooltjes, alstublieft. We serveren vanavond... De risotto op een plat bord, maar het beste is een diep bord. Een hele diep bord, 4-5 centimeter diep. Dat is een perfecte, ja, voor een risotto te serveren. Oké. We laten hier nog 2 minuten koken. Oké, ja, ze zijn klaar. Ja, oké. De risotto is lekker, maar onze ogen vragen ook kleur. Dus ik heb hier die rode van die aardbeien. Jullie kunnen nog meer aardbeien, gedroogde aardbeien gebruiken. Altijd denken aan het belangrijkste ingrediënt van een gerecht. In dit geval is asperges. Vanavond, hè, met de vieren, onze vier gerechten, asperges. Dus niet overdreven met bijvoorbeeld met peper of hier met aardbeien of met een ander ingrediënt. Anders is een risotto met zoveel ingrediënten, niet risotto met asperges. Ik proef nog een keer, omdat ik denk dat rijst gaar is. Als jullie denken dat rijst bijna klaar, gaar is, is het tijd om te zien hoeveel vocht hebben we in de pan. Velen van jullie kunnen denken, oh, is nog veel vocht. Dat kunnen we doen, geen probleem.
Vanaf nu is zeker nog 4-5 minuutjes tijd voor onze risotto te serveren. Dat wil zeggen dat rijst, zoals pasta, dan neemt nog veel vocht op. Dus zie van onder, hè, dat is droog, helemaal droog hieronder. Dus dat lijkt veel, maar dat is niet zo. Ook rekening houden van het feit dat hier komt nog kaas. En kaas is droog. En dus onze risotto wordt nog droger. Beter iets te nat dan te droog. Maar het is geen probleem als het te droog is. We bewaren altijd het bouillon hier warm. En als we die nodig hebben, we kunnen we gemakkelijk gebruiken in de pan. Voor mij is onze risotto klaar. En afzetten hier, bouillon hierachter. Pan niet meer op het vuur. Oké. En nu boter, alsjeblieft. Hier, nee, pardon, is hier boter. Eerst een portie hier, een klein beetje boter. We moeten nooit zeggen veel olie, veel boter. Nee, nooit. We zeggen nooit veel boter, omdat de reactie is, oh, zoveel boter. Nee, boter is niet gezond, hè, zoveel. En olie ook. Olie is lekker, gezond, maar te veel is te veel. Dus we zeggen altijd een beetje van dit, een beetje van dat. Sorry, ik moet mijn snijplank gebruiken nog. We laten de boter nu smelten. We doen niks. En als we die 3 ingrediënten hier in de pan hebben, dan is het tijd om alle ingrediënten... Zo'n beetje nog. Oké. Te roeren. Oké, zo. De boter nog niet, hè. Peterselie. Klein beetje kleur. Hier. Fijn sneden. En hier ook rood van aardbeien, wit van asperges en rijst. En groen. Altijd die 3 kleuren. Peterselie. Peterselie is lekker, hè? Dus we kunnen nog een beetje gebruiken. Veen. Oké. De boter ondertussen is niet 100% gesmolten. Nog grana padano kaas. Altijd controleren als hier in de pan genoeg vocht is. En als jullie zien, we hebben minder vocht dan een paar minuutjes geleden. Nu nog een ingrediënt hier in de pan. Grana padano is lekker, dus overdreven, hè, met grana padano. En nu voorzichtig van onder naar boven, zo, mengen. Viooltjes, ja, is goed. Onze risotto. Vanavond om onze risotto laten zien, ik gebruik hier een platte boord, maar een diep boord, een heel diep boord, is beter voor onze risotto. Ik heb hier nog enkele punten hier. Zo. En
Zoals jullie weten, zeker heren, als jullie purzenaars zijn, die asperges groeien onder het grond en als zo'n centimeter buiten zijn, dan is het tijd. En nu, eetbaar viooltjes. Dus met andere woorden, jullie kunnen die viooltjes eten. Dat is niet alleen om te laten zien. Marco, mag je nog andere viooltjes nemen, alstublieft? In de frigo. Ja, dank u. Dank u. Hier nog één. En dan de risotto is klaar. En zoals met de pasta, ook met de risotto, moeten we beginnen als de risotto op 100 graden is. Risotto is lekker als warm is. Ja, we hebben nog 5 minuutjes tijd hier. Geen probleem. Zo. En oké. Mooi, mooi. Lekkere geur. Geen boter nu, geen olie op onze risotto. Ja. Hier. Zo. Oké. We laten de risotto hier. Wij nemen onze asperges. En we maken onze vierde en laatste recept. Bruschetta. Dus brood nu 2 minuutjes in de oven. Niet boven, onderaan is goed, op 220 graden. Dikke snijtjes, we snijden thuis, we kopen dus het brood en we snijden dan 2 centimeter dik. En ja, die asperges hier. Voilà. Risotto weg. We nemen een pan voor met olie. Wij gebruiken heel vaak extra virgin olijfolie in onze bereidingen hier. Maar we kunnen ook een klein beetje boter. Boter, ja, boter. België heeft een lekkere boter, de Ardense boter. Ardense boter, deze misschien, ja, misschien wel. Nee, deze is geen Ardense boter. Maar in supermarkt, ja, dat is mijn fout, sorry. Ardense boter is een lekkere, lekkere boter. Sorry, een momentje hier, matuur. Ja, zo. En nu, ja, risotto in het begin was, ja, fruiten, pruttelen enzovoort, dus zacht vuur. Nu bakken, we bakken onze asperges. Dus die zal op 12. Ik moet nu mijn mes vinden. Ja, ik vind geen probleem. Ik sneed met een andere mes. Zo. We hebben nog tijd. Brood is, ja, 2 minuutjes in de oven. En dan, ik bedoel, sneetjes brood. Zo. We maken 2 bruschettas klaar. Dus alleen brood. Sneetjes brood in de oven. Geen loog, geen olie, niks bij. En we moeten dan nog volume van die asperges, de rijst, verdubbelt zijn volume. Maar die asperges nu in de pan, nee. Dus we verliezen volume hier. We moeten zeker zijn dat genoeg is voor 2 bruschettas. We zijn hier met veel mensen, veel volk is. Dus we moeten meer dan een bruschetta klaarmaken. Maar straks is het alleen voor ons. Oké, nog 1. Is klaar. Ja, brood.
Oké, en we bakken nu hier. Zo. Ik hoop dat jullie het geluid hier in de pan horen. Begint nu. Ja. Munt, peterselie in de risotto en munt nu hier met asperges. Oké. En munt fijn gesneden en in de pan met de asperges. Oké, zo. Graag nog een bord, alstublieft. Zo'n bord. Oké, we laten hier nog 1 minuutje, totaal 4 minuten. Marco, misschien ja. Sorry. Een kookpot hier. Oké. Melk, alstublieft, ja. Zoals lang geleden, melk in een fles. Oké, niet veel. We laten een minuutje koken. Jullie kunnen, als de kwaliteit heel hoog is van de asperges, jullie kunnen rauwe asperges gebruiken. In plaats van die 3 minuten bakken, misschien 5 minuutjes, maar dat mag. 1 met die groene asperges, direct ja, rauwe, sneden en bakken. Geen probleem. En 4-5 minuutjes zijn ze klaar. Onze asperges zijn klaar. Ik heb hier 2 sneetjes brood. 2 geroosterde sneetjes brood. Melk en een klein beetje, ja, dank u, grana padano kaas. Oké. We hebben een droge brood, droog brood hier in de pan. Die asperges zijn lekkere, maar we hebben hier geen vet, geen olie, geen boter meer. En 2 droge ingrediënten. We hebben een derde nodig die niet droog is. We hebben melk hier. Jullie kunnen melk en slagroom gebruiken. En zeker grana padano of parmigiano reggiano kaas gebruiken. Voor zo'n sausje, dus vloeibaar. Dat is perfect, omdat zo'n dikke sneetje brood is dan heel krokant. Dat is lekker, maar als het te krokant is, we blijven het brood beten en die asperges zijn al weg. Dus beter dan een klein beetje melk, slagroom. Okay. Mooie presentatie is ook als een paar kleine stukjes asperges ballen hier naast de bruschetta. Oké. En hier genoeg asperges als jullie, ja, zo, hè. Dat zijn 4 lepels asperges op zo een sneetje brood. Hier nog een beetje. Oké.
Ik heb nog een ingrediënt. Ik heb een eetdooier. Jaris laat zien. Hard, zoals die cantuccini koekjes. Heel hard. En we raspen nu. Die dip. Sorry, dat is niet gemakkelijk. Ze zijn heel hard. Eerst hard gekookt, 10 minuten. En dan alleen het dooier in de vriezer zetten. En als het hard is, dan raspen. Op. En naast, rond, overal. Hier. Oppassen, omdat het heel hard is. Oké. En final touches, een druppel. Is altijd relatief, hè? Een druppel olijfolie. En melk. Melk proberen op het bruschetta hier. Oké. Brood neemt veel melk op. Oké. Hier nog een beetje. En is klaar. Marco, mag je ook de andere twee gerechten meegeven, alstublieft? Ik heb het dus nu hier. Zo, 1, 2. De derde is weg. Dank u. De juiste volgorde is deze. Die drie hapjes. Bruschetta. Gemarineerde asperges met rauwe vlees. Salade. En dan de risotto als hoofdgerecht. Dus drie hapjes voorgerechten. En een vierde vandaag hoofdgerecht. Een Italiaanse hoofdgerecht. Ik weet dat hier in België iets anders is. Maar voor ons een risotto is een eerste hoofdgerecht. Wij gebruiken hier geen vlees, geen vis, geen andere ingrediënten behalve deze. Onze avond, onze afdracht is gedaan. Ik heb dus de bruschetta met asperges, met gebakken asperges. Ja, ja. Ik heb nog enkele minuten, dus moet nog een beetje bla bla bla. Nee, nee, ik presenteer nog een keer de. Ja, ja, dank u. De gerechten: rauwe vlees hier met olie, peper en zout. De marinade van die asperges, reepjes. Olie, zout, peper en citroensap. En dan de grana padano schuifjes hier. Dan de salade: sla, aardbeien. Asperges en dan zout, peper en olie. Risotto, ajuin of shallot in het begin, dan rijst laten koken en asperges in blokjes, een soort crème. En dan op het einde grana padano, kaas, peterselie, boter, viooltjes hier en nog een extra hier hoeveelheid asperges. Nu, de vraag is welke wijn drinken we bij zo'n lekkere gerechten. Ik begin met de risotto. En het is een witte wijn, een Gavi. Ik kom van het Piemonte, Noord-Italië. En ik heb hier vanavond drie wijnen uit Piemonte. Gavi, Cortese druif, droog, mineralen. Perfect bij de risotto. Maar ook met andere gerechten. Maar het beste is met de risotto. Ik heb hier een Sangiovese. Sangiovese niet Toscana, maar het Piemonte. Is deze eigen productie. En Sangiovese, perfect bij die bruschetta. Vlees, dat is een typische wijn uit Piemonte, Barbera. Jullie kunnen ook de Nebbiolo. De Nebbiolo drinken bij rauwe vlees. Barolo, dat mag ook. Het probleem is €7 voor een gewone fles Barbera en €40 voor een Barolo. Dus ja, Barbera is ook lekker. Hè? Ja, ja, we moeten. Ja, ja.
En nog de salade. Ik heb hier een producent uit Verona, de regio van Venetië. Pinot Noir Chardonnay, rosé, maar heel belangrijk is een sprankelende rosé. En heel belangrijk dan die bubbels. In dit geval met aardbeien en sla. Dus een witte wijn bij risotto, een sprankelende rosé bij salade, een rode wijn met veel tannines, Barbera of Nebbiolo met vlees en de Sangiovese, een zachtere wijn, fruitigachtig, bij bruschetta. Bedankt. Is nu gedaan. Als jullie vragen hebben, alsjeblieft een e-mail, een bericht, een WhatsApp. We hebben veel manieren. Sturen en we antwoorden dan direct op Facebook. Ofwel op Puur Sint-Amans, ofwel op Venet-Italië, op mijn website, via mail, info@venetitalie.be. Op Facebook kunnen jullie nu direct de recepten terugvinden. Vanaf morgen ook op mijn website. Buonasera a tutti, grazie.